Goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik heb zo'n afspraak bij de orthodontist. Ik ben een beetje aan de late kant. Ik kan nog niet ontbeten, dus ik heb net een broodje tonijn gehaald met drinken. Maar dat is natuurlijk niet zo handig als je een afspraak hebt bij de orthodontist. Dus ik heb maar even mijn tandenborstel meegenomen en mijn tandpasta. Ik ga straks nog even in de wc mijn tanden poetsen. Dat lijkt me wel zo handig, anders is het echt vies. Dat is voor nu even de planning. Ik heb net gedoucht en ik had geen tijd meer om mijn haar te doen. Dus het zit echt voor geen meter. Ik laat jullie straks weten hoe het ging. Ik heb trouwens mijn nieuwe ringen om. Kijk, hoe mooi. Die heb ik laatst eens gekregen van het PR-bureau waar ik het laatst over had. En het is van het merk Le Georgette. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar ik zal het sowieso even bij noteren in de vlog. Guys, ik ben inmiddels aangekomen en ik ben zelfs 10 minuten te vroeg. Dus ik kan nog even mijn verhaaltje doen. Ik ga even zo tanden poetsen. Oh mijn god, mijn batterij is weer bijna leeg. Dat is echt niet oké dit. Ik heb inmiddels al 4 maanden mijn beugel. En ik hoef hem maar voor 6 maanden. Dus ik ben eigenlijk alweer bijna klaar met mijn beugel. Dus ik ben daar echt heel erg blij mee. Hij wordt vandaag weer even wat strakker gezet. Kijk. Kijk hoe recht ze staan inmiddels. Ik ben er echt blij mee. En die voorste 2 tanden waren eerst echt super scheef. Geloof me. Kijk maar naar mijn oude vlog. Dan zien jullie precies wat ik bedoel. Guys, ik ben net klaar met mijn afspraak. Mijn beugel zit weer veel strakker. Vooral bij mijn voortanden. Want 1 tand moest nog de andere kant op worden gedraaid. Dus die zit nu echt mega strak. Dus ik ga het echt voelen deze dagen. Maar voor de rest gaat het echt heel goed met mijn beugel. Ik heb straks een afspraak bij de dermakliniek. Ik heb heel vaak vragen gehad over de dermapen. Maar ik heb het dus nog nooit gedaan. Dus ik dacht, waarom niet? Dus ik ga het vandaag uitproberen bij de dermakliniek. Eén probleem, mijn batterij is bijna op en ik ga het echt niet redden om alles te kunnen filmen daar. En ik wil toch wel alles graag filmen voor jullie. Vooral omdat er ook veel vraag naar was. Dus wat ik ga doen, ik ga gewoon even heel snel naar huis rijden. En dan ga ik even een andere batterij pakken en dan ga ik het alsnog filmen voor jullie. Ik zie jullie straks dan. Doeg! Kijk, ik heb echt gehaast naar huis. Ik heb mijn haar inmiddels lekker vast gedaan. En ik heb een batterij gepakt voor mijn camera en ik ga nu weer snel naar de dermakliniek. Wow. Guys, ik ben net aangekomen en ik ben gewoon 20 minuten te vroeg. Het gaat wel goed vandaag, moet je eerlijk zeggen. Normaal gesproken ben ik altijd te laat. Maar ik ben gewoon een keer vroeg. Goede time management vandaag. Kijk dan hoe mooi het er al uitziet van buiten binnen. Ik weet niet of jullie het goed zien zo. Super cute. Kijk, ik heb het pakketje laatst ook gehad op een event van Imus Skincare. Ik ben hier echt blij mee. Guys, ik zit inmiddels weer bij dermakliniek. Ik zie er weer heel mooi uit. En vandaag gaan we de dermapen doen. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik was een beetje bang voordat ik hierheen kwam. Ik heb ook net tegen Salsa gezegd van, ik ben best wel bang. Want ik heb net een video gekeken voordat ik hierheen kwam. Echt heel dom van mij. Maar ik zag dat meisje echt letterlijk bloeden gewoon in die video. En dan dacht ik, oh, ik wil echt niet meer. Maar bij mij ik krijg dan de mildere variant of zo, toch, Salsa? Nee, niet zozeer mild, maar zeer effectief. Ja. Maar een diepe millimeter is echt niet nodig. We willen gewoon lekker goed die collageen en elastine aanmaak krijgen bij jou. Ja. Dus daar hebben we gewoon een hele goede doorbloeding bij nodig. Ja. Dus het komt helemaal goed. Je hoeft je geen zorgen te maken. En na 2-3 dagen zal ik er weer precies goed uitzien, zei inderdaad, ze. Inderdaad, klopt. Het komt helemaal goed. Yes. Breng eerst wat serum aan. Heel goed. En dan pakken we de dermapen erbij. We beginnen natuurlijk heel rustig. Oh jongen. Ah, komt ie. Oh, valt wel mee. Valt mee toch? Ja. Wat voel je? Ken je die reinigingsapparaatjes? Ja. Voor je huid? Nou, hij voelt ook best wel zo aan. Zo, we zeggen wel trillen, hè? Ja. Heel goed. Je ziet al gelijk dat je huid al wat roder wordt. Ze noemen dermapen ook wel gewoon collageeninductietherapie. Dus echt dat collageen stimuleren. Dus het is echt super anti-aging. Nou, dat is voor de rimpels, hè? Juist, ja. Maar ook heel mooi om poriën te verfijnen. Wat je zei, rimpeltjes, littekens. Ja, heel veel mensen storen zich echt aan grove poriën en dan is een dermapen heel fijn. Er zijn ook mensen die echt alleen met dermapen, zeg maar alleen op de neus doen ofzo. Tuurlijk, je kunt dermapen ook heel erg lokaal aanbrengen. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld alleen op de neus, op de voorhoofd of de kin. Maar wat toch mensen het meest voor kiezen is echt bijvoorbeeld alleen de wangen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Want daar zitten toch vaak heel veel huidproblemen. En hoe vaak kan je dit doen? Best vaak hoor. Mensen doen het echt gewoon lekker voor anti-aging. Dan zie je ze 1 keer in de 4 weken zie je ze weer. Mm-hmm.
Of ja, voor littekens van acne, dan zie ik men toch liever na 2 weken al wel weer. Mm-hmm. Om het toch wel heel goed aan te pakken. Maar je kunt ook gewoon als onderhoud doen, dus 1 keer in de zoveel tijd. Even lekker een boost voor collageen en elastine. Mm-hmm. Nu hebben we het ook wel heel druk, net voor de feestdagen. Ja. Dat mensen natuurlijk even lekker een oppepper willen. Ja, je moet natuurlijk wel rekening mee houden dat je wel een herstelperiode nodig hebt. Ja, want het is nu 2-3 dagen, hè? Juist. Yes. Ja. Dan heb je alleen roodheid. Precies. Ja. Ja, zo zie je het wel een beetje rood worden. Ja. Ja. Klein beetje wel puntbloedingjes, maar echt wat extreem bloeden is echt nergens voor nodig. We willen bij jou echt gewoon lekker een boost geven en jouw huidstructuur deels ook goed verbeteren. Mm-hmm. En ook een goede weerstand opbouwen, want je gaat misschien straks ook nog de fractional doen weer, hè? Ja, klopt. Dus we gaan weer een goede weerstand opbouwen. Guys, ik ben klaar. Ik ben best wel rood geworden. Wat ga je nu doen, Salsa? Nee, ik ga zo even die serum en al die bloedrestjes eraf halen. Ja. En daarna breng ik een crème aan om de huid vooral rustiger te maken en beter te laten herstellen. Ja. Laat even erop zitten. Dan zie je al automatisch al dat de huid wat minder rood is. Ja. En daarna breng ik lekker een dagcrème aan om de huid lekker te kalmeren. Oké, ik ben benieuwd. Ja. Prik nu wel heel erg hoor. Ja, toch? Vooral heel erg warm. Ja. Ja, dat is echt die doorbloeding. Ja. Dat is juist wat we willen krijgen. Tijdens de behandeling valt allemaal wel mee. Ik voel het nu echt branden. Oké, besef dan. Ik ben gewoon vergeten om de... Oké, ik ben net klaar met de behandeling. Ik ben echt vuurrood, zoals ik al had verwacht. Oh, even de muziek uit, jongens. Ik ben vuurrood, zoals ik al had verwacht. Maar Salsa zei dat het na 3 dagen helemaal over was. Dus ik vertrouw haar daarop. En ik ga zo naar huis. In ieder geval, ik heb met Esmee afgesproken, want wij gaan lekker samen eten. Oké, inmiddels sta ik voor de deur te wachten op Esmee, want ze is zelf nog niet thuis. Ze is even naar de Jumbo toe. Dus ik kan nog even wachten en ze is er zo met een minuutje. Daarna gaan we lekker samen eten. Nessie is vandaag om 8 uur thuis. Dus ik ga straks ook gewoon naar huis. En we wilden graag vandaag even quality time. Dus we wilden eigenlijk naar de bios. Maar ik weet nog niet of er een leuke film draait. Dus ik ga zo even kijken thuis of er wel leuke films zijn vandaag. En dan gaan we samen naar de bios. En anders wordt het gewoon Netflix, jongens. Ik hoop toch ziek om de bios. Want het is echt lang geleden. Alleen als het om mijn looks gaat, hoop ik het dan ook weer niet. Want ik ben echt vuurrood. Angie, ik heb jou weer gemist, jongen. Ik heb jou weer gemist. Die paar uur dat je hier niet mee geweest. Ik ben hier bijna elke dag, jongens. Kijk eens. Heb je mij ook gemist, Kenny? Wanneer kom je nou eens een keer langs bij Lyra? Ja, gaan we even zitten. Wanneer kom je nou eens een keer? Ik heb honger. Oh ja. Oké, guys, ik ben net naar de supermarkt geweest. En ik heb nog even kaas gehaald voor onze pasta. En cola voor bij de pasta. Lekker. Ik wil lekker veel kaas. Wil jij kaas erop? Nee. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Lees maar, ik krijg ook een beetje kaas. Iedereen krijgt een beetje kaas. En een beetje kaas. Guys, ik ben met deze aangekomen nu bij de paté. Gaat goed, Nesje? Die filmpje gezien van YouTube is dat? Ja, ik ging helemaal stuk. Nee, zo stuk, hè? Oké, we hebben kaartjes gehaald. We gaan nu even snel naar de Happy Italy. Maar ik kan hier niet meer eten, dan. Ik wil naar mijn jongens, zoals jullie weten ben ik gestopt met vloggen. Maar natuurlijk heeft Mirjam een hele leuke vlog waar je naartoe kunnen kijken. En ik neem het even over nu. En jij gaat nu... Ik wil mijn munt in laten zien. Oh, ze gaat haar munt in laten zien, hoor. Oeh, spannend. Allah, don hello. Lekker honing. Kom maar gewoon hoor, Jezus. Spannend hoor, gaat de laatste druppel ook lukken? Oei, 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 oei. Die hebben echt irritant. Nou, tot zover de vlog van de leer. Met mij gaat alles goed, jongens. Oh mijn god, jongens. Kijk één keer hoe lekker dit eruit ziet. Dit is popcorn en dan kan je zelf een topping kiezen erop. Kijk, cookies, knettersuiker, chocomins. Hazelnoot, gras, oh kaas. Kaas. En gebakken uitjes, huh? Ja, ik denk het wel. Nou, wat wil jij, Nesje? Ik ben hier echt lang niet geweest, want ze hebben tegenwoordig ook een Starbucks hier, blijkbaar. Ik vind het echt leuk eruit zien, Nesje. Ja. Oké, Nesje gaat gewoon die gekke popcorn
doen. Oreo Smarties en lekker chocolade. Doe maar dat allemaal en dan nog de bovenop gebakken ui. Nee, doe ze even normaal. Gadverdamme. Wil je ook nummer 2 of? Nummer 2? Proef het op. Wat wil je dat vragen? Je moet wel vaststellen. Ja. Dankjewel. Geniet ervan. Hey guys, wij zijn eindelijk. Wauw! Zo. Wanneer alle geluiden uitgaan, ik echt een gesprek van renden. Ik ga hier bij de vlog afsluiten en ik zie jullie morgen weer. Doeg!